Hoe ga je om met een studieschuld als je een hypotheek wilt? Hoi, in deze video leg ik je in 3 stappen uit wat je moet weten als je een studieschuld hebt en een hypotheek wilt. Vraag en antwoord en door. Het goede nieuws als je een studieschuld hebt, je kunt gewoon geld lenen. Maar een studieschuld heeft wel invloed op de hoogte van het bedrag. En dat zit zo. Ben je eindelijk zover dat je je eerste huis kunt kopen, zit je nog met die vervelende studieschuld? Nou, op zich is dat geen probleem, alleen heeft die schuld wel invloed op hoeveel je kunt lenen. Steeds meer studenten lenen geld voor hun studie. Ook worden studieschulden steeds hoger. Op dit moment heeft zo'n 3/4 van de studenten een studieschuld en die is gemiddeld zo'n 13.700 euro. Voor veel starters is het onduidelijk door veranderende regelgeving of ze überhaupt een hypotheek kunnen nemen. En in hoeverre de schuld van invloed is op het bedrag dat ze kunnen lenen. Een bank kan niet zien of je een studieschuld hebt, want die wordt niet geregistreerd bij het BKR. Toch is het wel verstandig om eerlijk te melden dat je een studieschuld hebt. Om te voorkomen dat je later in de problemen raakt. Gelukkig kun je dus gewoon een hypotheek krijgen. De bank weegt je studieschuld mee bij het bedrag dat je maximaal kunt lenen op je inkomen. Heb je nog een studieschuld opgebouwd tot 15 juli 2015? Deze moet je in 15 jaar terugbetalen. Vanaf 1 juli 2015 heb je maximaal 35 jaar de tijd om je studieschuld terug te betalen. Daarom weegt een studieschuld uit het oude leenstelsel zwaarder dan uit het nieuwe. Stel, je hebt een studieschuld van 15.000 euro. Met een studieschuld van voor 1 juli 2015 zorgt deze schuld ongeveer voor een 30.000 euro lagere hypotheek. Heb je een nieuwere studieschuld? Dan is de invloed minder groot en krijg je bijvoorbeeld een 20.000 euro lagere hypotheek. Hoe kom je er nu achter wat je maximaal een hypotheek kunt krijgen op jouw inkomen? Dat leg ik je in 3 stappen uit. Stap 1. Begin met wat je ongeveer bruto per jaar verdient. Vergeet een eventuele 13e maand en je vakantiegeld niet. Stap 2. Vraag bij Duo op hoeveel je op dit moment nog moet betalen aan studieschuld. Als je online inlogt, kun je je studieschuld op elk moment bekijken. Wist je dat als je tussentijds extra aflost, je je kansen vergroot om een hypotheek te krijgen? De bank kijkt wel altijd naar je oorspronkelijke schuld bij het beoordelen van je hypotheekaanvraag. Maar als je aanvraag op basis van je oorspronkelijke schuld wordt afgewezen, dan lukt het soms toch om die hypotheek te krijgen, als je actuele schuld lager ligt. Stap 3. Bereken online wat je ongeveer kunt lenen. Dat kan via de site van verschillende geldverstrekkers. Er wordt ook gevraagd hoe hoog je studieschuld is. Je hebt nu een indicatie van je maximale hypotheek. Hiermee kun je je zoektocht naar huizen alvast beginnen en bekijken wat voor jou financieel haalbaar is. Ga voor je daadwerkelijk op een huis gaat bieden, nog wel even langs bij een hypotheekadviseur voor een precieze berekening van je maximale hypotheek. Online berekeningen zijn namelijk alleen een indicatie. Verzwijg je studieschuld in elk geval niet als je een hypotheek aanvraagt. Het is namelijk in je eigen belang dat je een hypotheek ook echt kunt betalen. Dit zijn dus de stappen die je kunt nemen om te ontdekken wat je voor een woning kunt lenen als je een studieschuld hebt. Je bepaalt eerst je bruto inkomen. Dan vraag je de hoogte van je studieschuld op en bereken je wat je maximaal kunt lenen. Ik hoop dat je nu een antwoord hebt op je vraag. Heel veel succes met het zoeken naar een koopwoning. En wil je meer video's bekijken over de aankoop van een nieuwe woning? Abonneer je dan op dit kanaal of kijk een van deze video's hier.